De klanten van de Surinaamse bank DSB kunnen vanaf vanmiddag weer financiële transacties plegen. In de afgelopen 24 uur heeft de bank twee keren technische storingen ondervonden. Het resultaat was dat de pinautomaten van de instelling het vanaf gistermiddag tot hedenmiddag niet deden. Er konden ook geen postbetalingen verricht worden. Het was voor de rekeninghouders ook niet mogelijk om met hun pinpas geld op te nemen. Voorlopig kunnen er nog geen gasttransacties verricht worden bij de apparaten van andere banken. Intussen heeft de bank via een persbericht bekendgemaakt dat internetbanking weer mogelijk is. Het bedrijf heeft met man en macht gewerkt om de problemen op te lossen. Klanten van de bank hebben hun misnoegen over de situatie onder meer via social media kenbaar gemaakt. Ze waren onder meer boos dat zij te midden van de drukke feestdagen moeilijk toegang hadden tot hun geld via het elektronisch verkeer. Er was alleen via de oude manier middels de kassa bij de filialen van de bank mogelijk om financiële transacties te doen. Daardoor waren alle DSB-kantoren ontzettend druk.